Nou, Nicolai, boven je holle hebben zeg maar wapens, uiteindelijk wat er van oor is, hè? Ja, klopt. Wat is het verhaal van die wapens? Nou, die wapens die binnen aanbracht door de rieke meester die vaak dit soort tjerken betellen haar. Ja, de grote tjerken, daar staan we nog bij. En toen kwam de Franse revolutie, vrijheid, gelijkheid, broederschap, de patriotten. En ja, die vonden dat natuurlijk oneerlijk dat de rieke meester wapens kregen en de eremeester net. De eremeester die leidt moeten op het tjerken, ja. Daar werd geen aandacht aan besteed. En de rieken leiden in het tjerken beroepen. Die leiden in het tjerken, de rieken werden in het tjerken beroepen. En toen hadden de patriotten een hamer en een bijtelpak. En die hadden die wapentjes al je voortekst. Ja. Maar er staat nou toch wel weer een tekst in hier en daar. Ja, maar hoor je. Die is een letter weer aanbracht, neem ik aan. Nee, denk ik net. Ik denk dat ze alles vertellen. Maar dat weet ik net precies zeker. Oké. Dragen van de adel. Maar het is dus een oerbeeldsel van de Franse Revolutie. Juist. Ja.